Dag jongens en meisjes en welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag in Skate Heaven. Het is vandaag vrijdag en ik heb er net een hele week stepstage op zitten. Het is vandaag dus de laatste stagedag. En ik ga jullie vandaag eens laten zien wat zo'n stage juist inhoudt, wat hier allemaal te doen valt en vooral welke sfeer dat hier hangt. Ik weet nog niet hoe dat het verloop van de dag er gaat uitzien. Ik weet wel dat er om 4 uur de slotshow is. Dat hebben ze een hele week voorbereid. Gaan ze hun trucjes laten zien. Dus dat gaat er allemaal vandaag op het programma staan. Alvast heel veel kijkplezier en tot ziens. Iedereen dat wilt meedoen, we gaan een transfer challenge doen. We gaan hier over springen. En we gaan steeds hoger en hoger met blokjes of kegels of zo. En wie dat hoogst raakt, is gewonnen. Succes, boys! Allee. Gelukkig. Dank Rafael. Kan je iets zeggen tegen de camera? Ik ben Rafael. Ben jij Rafael? Ja. En vind jij stippen leuk? Ja. Vind je het hier leuk? Ja. En kan je nog iets anders zeggen als ja? Oké. De eerste challenge is gewoon zo, zonder iets. Daarna komen er steeds blokjes bij. Ja. De eerste challenge gehaald, de tweede challenge is een kegel, ik denk 30 centimeter hoog of zo. Hoe lang is deze? 60 centimeter. 60 centimeter. Gaat dat zo lukken, denk je? Misschien. Ja, misschien lukken. Oké. Ik kan het even laten zien. Zo hoog is het. Niels. Easy. Ja! Woe! Kom maar, nu twee voetjes erop, maat. Yeah! Woe! Goed gedaan. Laatste kans voor Rafael. Yeah! Dennis gaat nog een poging wagen. Laatste poging voor Dennis. Oké, jongens, jullie vijf zijn nog over, maar nu moet je wel landen met twee voeten op je step. Oké, deze keer hebben we het getolereerd. Nu is twee voeten op de step landen. We gaan nog één keer dezelfde hoogte doen. Twee voeten op de step. Succes. Oké, één poging, twee voeten landen. Dit is Niels. Oh, goed geprobeerd. Volgende is andere Niels, grote Niels. En... is Mats. En... goed geprobeerd. Rafael. En... yeah. Dennis. En... de drie overlevenden. We gaan nu van 60 centimeter naar 70 centimeter. Oké, zo hoog ziet de 70 centimeter dus uit van dichtbij. Ja, op. Yeah. Ja, goed, Rafael. Oké, okay, nou twee laatste survivors van de challenge. Nu 80 centimeter, boys. Is 80 centimeter, dat is bijna een meter. Dat ziet er echt al vrij imponerend uit. Oké, okay, Joppe, buiten spitsen. Jawel, wow. Nice, man. Wel gaaf. Oké, ondertussen 90 centimeter opgesteld. Kom maar, Joppe! Wow! Ah, goed geprobeerd. Ook al heeft Joppe net gefailed, Rafael geeft op. Dus dat wil zeggen dat Joppe de winnaar is van de challenge. Proficiat, Jim. En eerste woorden. Ja. Hoe voelt u? Beetje eng. Nu is het etenstijd, dames en heren. Het is tijd. Smakelijk, jongens. Maar is het al op? Is het al op? Ja.
Normaal. Goed gegeten. Ja. Als je zo lang sport, moet je veel eten en drinken. Hè? Anders dan val je erbij neer. Het was lekker. Ja, dat is goed. Ja, ook al op. Ja. Alles op. Oh, heb jij zo'n mooie traan en zo'n mooie sticker op je helm, Louis? Heb je dat geabonneerd, hè? Ja. Oké, okay, goed. Smakelijk, iedereen! Smakelijk! Oh. Iedereen is volgens mij moe na deze week. En in het begin van de week hadden ze veel meer praat bij ze. Wow, drop in. Wow. Wie is er hier op haar aan het spelen? Ja? Ben je gewonnen? Ja. Ben jij gewonnen? Ja, ik had eerst gewonnen. Wie is er hier aan het liegen? Ik heb gewonnen. Jullie zijn allebei gewonnen. Ik geloof. Dus jij bent verloren? Ja. Max. Ja. Hallo. Hallo. Ja, jij wil ook nog iets zeggen tegen de kijker thuis? Ja. Ik heb ook een YouTube-kanaal en zeker abonneer op mijn YouTube-kanaal. En als je nog niet weet hoe het heet, dan het heet Sylvia Montes. Oh, oké. Okay. Gaan we nu een paar clipjes filmen? Ja. Oké, okay, goed. Dank je. Hallo. Dank je. Heel goed gedaan. Kom maar, Louis. Ja, hoepa. Jongens, vonden jullie het leuk deze week? Ja! We hebben jullie kinderen de show voorbereid. Ze hebben deze week dan ook fantastisch gedaan. Ze hebben er echt 100% voor gegaan. En dan gaan ze nu in deze show maar 5 voetjes laten zien. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Dat is ondertussen gedaan, maar Matteo en Wolf zijn er nog. Leon is er ook nog, dus we gaan nu gewoon een paar clipjes voor jullie filmen. Gewoon rustige clipjes. Ik heb een hele week gewerkt, ik ben stiekapot. Yo.
dat was... Ondertussen is iedereen naar huis vertrokken, jongens. Ik ga zelf ook naar huis, het is nu 6:30. Ik heb hele week van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds gestipt, lessen gegeven, de kinderen begeleid. Ik ben stik kapot en mijn bed roept. Alvast bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie in de volgende video. Peace.